In de kerk herdenken wij al heel lang de laatste uren van het leven van Jezus. Dat doen we tijdens de kruisweg. Met Goede Vrijdag komen we samen in de kerk en staan we stil bij alle staties van de kruisweg. Iedere statie vertelt iets dat gebeurd is toen Jezus met het kruis naar de berg liep, om daar aan het kruis te sterven. Wij noemen het staties omdat we eventjes stoppen en kijken naar een deel van het verhaal van Jezus' weg met het kruis, net zoals bij een station. Bij de 14e statie herdenken wij dat Jezus begraven werd en dat eventjes de hele wereld donker werd. Hé, hey, doe het licht weer aan! Ah, dat is beter. Maar wij weten dat op de derde dag Jezus terugkwam uit de dood en zijn licht al het donker weg had genomen voor altijd. Toen Jezus op Paasmorgen terugkwam uit de dood, ging hij bij verschillende mensen op bezoek. Het waren de ontmoetingen die het leven van zijn vrienden en vele anderen zouden veranderen. Deze ontmoetingen worden herdacht tijdens de lichtweg van Jezus of via Lucis. Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. Het is zijn licht dat ons de goede weg wijst. Zullen wij ook met Jezus zijn weg van het licht samenlopen? En omdat wij stil zullen staan bij elke ontmoeting, zullen wij het ook staties noemen. Maar dan niet van het kruis, maar van het licht. Eerste statie. Jezus verrijst uit de dood. Op Paasmorgen gingen Maria Magdalena en nog twee vrouwen terug naar het graf van Jezus. Ze wilden het lichaam van Jezus netjes verzorgen, zoals de traditie was onder de Joden. Daar hadden ze op vrijdag geen tijd voor gehad. Maar nu wilden ze dat toch gaan doen. Toen ze bij het graf aankwamen, zagen ze dat de zware steen voor de ingang was weggerold en dat de bewakers waren verdwenen. Toen ze snel in het graf gingen kijken, zagen ze een jonge man met witte kleren aan. Het was een engel. Ze schrokken, maar de engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie Jezus van Nazareth zoeken, die gestorven is aan het kruis. Maar hij is niet hier. Hij is opgestaan uit de dood. Kijk, hier heeft hij gelegen. De engel zei, ga naar Petrus en zijn andere vrienden en vertel ze het goede nieuws. Jullie zullen Jezus in Galilea vinden, zoals hij had beloofd. De vrouwen zijn vreselijk bang, vertelt de Bijbel. Ze denken dat ze een dode Jezus gaan vinden, maar in plaats daarvan zit er een engel. De engel stelt de vrouwen gerust en toch blijven ze bang. Ze rennen weg en ondertussen voelen ze ook een soort blijdschap en opwinding. Jezus is verrezen. Zou dit mogelijk kunnen zijn? En daar onderweg zien ze Jezus. Hij groet ze en ze knielen voor hem neer en pakken zijn voeten vast en willen hem niet meer loslaten. Maar Jezus zegt tegen hen hetzelfde als de engel. Ga aan mijn vrienden vertellen dat ze naar Galilea gaan. Daar zullen ze mij zien. Wij mogen Jezus ook niet alleen voor onszelf houden. Hij stuurt ook ieder van ons om zijn licht te verspreiden. En hoe kunnen we dat dan doen? Gewoon zijn voorbeeld volgen. Dan zal zijn blijde boodschap in ieder van ons als een lichtje gaan schijnen, om zo licht te zijn voor anderen. Jezus zegt dat hij van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt. Jij en jouw
klein hoekje en ik in het mijn. De tweede statie. De apostelen zien ook het lege graf. Ik ga nu een stukje voorlezen uit de Bijbel in gewone taal en we lezen een stukje uit Johannes. Maria komt bij het graf. Na de Sabbat op zondagochtend ging Maria uit Magdala naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend. Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf weggehaald was. Maria rende weg naar Simon Petrus en de leerling van wie Jezus zoveel hield. Ze zei tegen hen, de Heer is weggehaald uit het graf en ik weet niet waar hij naartoe is gebracht. Meteen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze renden erheen. De andere leerling liep sneller dan Petrus en was het eerst bij het graf. Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen, maar hij ging het graf niet in. De leerlingen kijken in het graf. Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf. Hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen. Ook de doek die om het hoofd van Jezus gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, netjes opgerold. De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat Jezus was opgestaan. In de heilige boeken stond al dat Jezus moest opstaan uit de dood, maar dat hadden de leerlingen nog niet begrepen. Toen gingen Petrus en de andere leerlingen terug naar huis. Een van de vrouwen die het lege graf van Jezus had gevonden, haastte zich naar Petrus. Toen Petrus en nog een andere vriend van Jezus hoorden dat het graf leeg was, renden ze er naartoe. Kun jij je voorstellen wat ze voelden? Zouden ze nu de levende Jezus kunnen zien? Ze vonden alleen zijn doeken, maar bij het zien van de doeken wisten ze meteen dat Jezus verrezen was. Zou het niet goed zijn als ook wij zouden willen rennen om hem te ontmoeten als iemand ons over Jezus vertelt? Maar waar kunnen wij hem dan vinden? Nadat Jezus terug was gekomen uit de dood, bleef hij 40 dagen lang op aarde. Hij bezocht vrienden en leerlingen van hem. Voordat hij naar de hemel ging, naar God de Vader, beloofde Jezus aan zijn vrienden dat hij bij de mensen zou blijven totdat hij weer terug zou komen. Maar waar is hij dan? Waar kunnen we hem dan ontmoeten? In de Eucharistie, in de communie. Jezus had bij het laatste avondmaal met zijn vrienden gezegd over het brood dat hij deelde. Hij zei, dit is mijn lichaam. En over de wijn, dit is mijn bloed. Toen Petrus de doeken zag in het graf, wist hij meteen dat Jezus weer levend was. Waarom denken jullie dat hij het wist? Omdat Jezus dit zelf had gezegd. Op de derde dag zou hij terugkomen uit de dood. Dat had hij beloofd. Wij weten om dezelfde reden ook dat Jezus in de communie is. Jezus heeft het zelf gezegd. Hij heeft het aan alle mensen beloofd. Daarom is de heilige mis voor ons zo belangrijk. Want het is tijdens de mis dat de priester het brood pakt en de wijn en de woorden zegt die Jezus ook ooit zei. Nu zien we het brood, maar we weten dat het Jezus zelf is. Daarom zegt de priester, lichaam van Christus. En wij zeggen dan, amen. En dat betekent, ja, het is zo.